Maar Noble Starro gaat nu al de laatste ronde in. Stapjes worden iets kleiner en het peloton komt iets dichterbij. Nou, wat een heerlijke koers zeg om vandaag de meeting mee te besluiten. Een haas die er vandoor is, het veld dat in de achtervolging is. En ze komen met rassen schreden dichterbij. En dan is het ineens nog heel lang naar de finish. Kijk naar Norman Charisma aan de buitenzijde. Die komt naar de tweede plaats, samen met Omarie. En aan de binnenzijde hebben we dan nog Let It All Blow. En Noble Starro aan kop van het veld, die zijn voorsprong ziende ogen ziet slinken. Maar ja, je hebt wel eens van die paarden dat als ze dan ineens weer partij krijgen, dat ze zeggen we gaan nog even door. Maar dat is bij Noble Starro niet aan de orde. Het hele veld schuift in elkaar halverwege de laatste bocht. En het is een apotheose die past bij een fantastische dag als deze paasmeeting hier in Alkmaar. En Bas Krebas, hij had het wel in de gaten waar hij moest zitten in het tweede spoor. Maar gaat Omarie het dan volhouden of komt Let It All Blow aan de binnenzijde naar voren voor meer? Daarachter is het veld een Prada die van Simon Wouters een koers op maat krijgt. En deze drie paarden vechten voor de overwinning. Let It All Blow aan de binnenkant. Omarie aan de buitenkant. Een meesterrit van Bas Krebas. Omarie, Let It All Blow. Derde wordt dan veld en Prada. En op de vierde plaats Navalin. Dat is de laatste voorlopige uitslag van vandaag. Als op uw formulier staat 5, 6, 8, dan zit u goed. 5, 6, 8, 7 voorlopig. En daar zijn ze, de laatste winnaars van vandaag in de Maasland Vleeswarenprijs. En we danken Piet Groot voor de sponsoring vandaag tijdens de paasmeeting hier op de Alkmaar Zieturf Arena. Mooie winnaar en ook een winnaar voor de Gele Canaris. Omarie, een driejarige zwartbruine merrie van Propulsion uit Cozy Boco. Gefokt door Willem Goedhart, trainer en rijder Bas Krebas. Met een grote, gezellige eigenarengroep Gele Canaris. En zoals vandaag al eerder hoorden, iedereen kan lid worden van de Gele Canaris. Voor slechts €100 per maand bent u eigenaar van ongeveer 20 dravers. Waaronder deze Omarie, die een mooie opdracht heeft dit klassieke seizoen. En dan lopen we even naar Bas Krebas toe. Door de verschillende Gele Canaries door. Bas, dat was een tactisch slimme keuze om het tweede spoor te blijven rijden. Ja, ik zit de hele avond, of hele middag al te kijken. Natuurlijk, niemand komt in de reling aan. Twee paarden van mij in de reling kwamen totaal niet aan. Ik kon een paar keer naar binnen. Ik denk, ga nooit naar binnen. Ik blijf verder weg het tweede spoor rijden. Dat pakte goed uit. Want ik kon rot nog binnen door, maar die viel uiteindelijk ook stil aan de binnenkant. Ja. Nee, ik kon precies redden. Maar super natuurlijk. Hè, voor zo'n driejarige merrie van Rustaf op zo'n baan. Zeer tevreden. Goed getimed en het is een paard met ook veel klasse. Ja, vorig jaar leek het al goed. Sprong je een paar keer, net niet goed genoeg voor het grote werk, maar misschien dit jaar wel. Super Bas, gefeliciteerd. Hartelijk dank. Dit jaar voor het grotere klassieke werk Omarie. Mooi dat het rentree gelijk zo goed is begonnen. Voor een grote eigenarengroep hier van de Gele Canaris. Hier in de Maasland Vleeswarenprijs, dames en heren. Geef ze een groot applaus. Omarie met Bas Krebas wint hier de laatste koers. Nog 50 meter. En de start is gevallen. Paarden onderweg. Geweldige start voor Noble Starro. Maar daar komt aan de buitenzijde ook Omarie naar voren. En wijd aan de buitenzijde Let It All Blow. Met z'n drieën gaan ze de eerste bocht in. Maar Noble Starro komt er zo dadelijk aan de overkant als eerste uit. De Green Art Production bocht is gerond door Noble Starro, uw favoriet. En die gaat er ook gelijk een gaatje in lopen naar het tweede paard. En dat is Omarie met Bas Krebas. Nou, ze waren een keer de favorieten een beetje vooraan. Dat is wel fijn vandaag in een dag waar veel outsiders het deden. Let It All Blow aan de buitenzijde van nummer 3 Odilia Meerswal. En verreweg in het veld is er een goede positie voor Felton Prada. En achter Veld en Prada hebben we dan de rest allemaal in aansluitende vorm. Dus dat belooft nog wat als we straks nog twee rondes af gaan leggen in deze Maasland Vleeswarenprijs. En Noble Starro en Jim Veldman er overduidelijk een harde koers van gaan maken. Ze hebben inmiddels een voorsprong van een lengte of 8. En met de oortjes erop gaat hij dat nog twee rondes vol moeten zien te houden. Met aan de buitenzijde Bas Krebas die duidelijk kiest voor het tweede spoor met zijn Omarie. Laat Odilia Meerswal binnendoor wat opschuiven. En geef weer een rug aan Let It All Blow met Rob de Vlieger.
Daarachter hebben we dan aan de binnenzijde Lady Day. En die wordt geflankeerd door Felton Prada, Norman Charisma. Aan de buitenzijde van Noranha. En in laatste stelling is er aansluiting voor Navalin. Dat is de situatie als we weer halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan zijn. En is dit een zelfmoordpoging of wordt dit zo dadelijk een geweldige victorie? Dat zal moeten blijken, maar Noble Starro heeft een gigantische voorsprong op het peloton genomen. En die komt zo dadelijk hier als eerste weer in de rechte lijn voor de tribune. Maar bij het passeren van de finish nog een ronde te gaan. En ze komen vanuit het achterveld naar voren. Navalin met Niels Jongejans is de eerste die een serieuze poging doet om iets van die voorsprong van Noble Starro terug te gaan winnen. Maar Noble Starro gaat nu al de laatste ronde in. Stapjes worden iets kleiner en het peloton komt iets dichterbij. Nou, wat een heerlijke koers zeg om vandaag de meeting mee te besluiten. Een haast die er vandoor is. Het veld dat in de achtervolging is en ze komen met rassen schreden dichterbij. En dan is het ineens nog heel lang naar de finish. Kijk naar Norman Charisma aan de buitenzijde. Die komt naar de tweede plaats. Samen met Omarie. En aan de binnenzijde hebben we dan nog Let It All Blow. En Noble Starro aan kop van het veld. Die zijn voorsprong ziende ogen ziet slinken. Maar ja, je hebt wel eens van die paarden dat als ze dan ineens weer partij krijgen, dat ze zeggen we gaan nog even door, maar dat is bij Noble Starro niet aan de orde. Het hele veld schuift in elkaar halverwege de laatste bocht en het is een apotheose die past bij een fantastische dag als deze paasmeeting hier in Alkmaar. En Bas Krebas, hij had het wel in de gaten waar hij moest zitten in het tweede spoor, maar gaat Omarie het dan volhouden of komt Let It All Blow aan de binnenzijde naar voren voor meer? Daarachter is het veld een Prada die van Simon Wouters een koers op maat krijgt en deze drie paarden vechten voor de overwinning. Let It All Blow aan de binnenkant, Omarie aan de buitenkant. Een meesterrit van Bas Krebas. Omarie, Let It All Blow. Derde wordt dan Felton Prada. En op de vierde plaats Navalin. Dat is de laatste voorlopige uitslag van vandaag. Als op uw formulier staat 5, 6, 8, dan zit u goed. 5, 6, 8, 7 voorlopig.